Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Harmony Cagelock met Sander van Gaming SB. Dit is mijn favoriete serie. Ja? Nice. Omdat jij meest... Oh, Karen en Kabir. Ik dacht, dit is je favoriete serie. Ik ben erin geluisterd. Dit is ook mijn favoriete serie van jou. Ja, dat snap ik. Dit is de enige waar je in zit. We zijn helemaal niet voorbereid, joh. Zien jullie mij? Jij bent niet voorbereid, ik weet het niet. We, als in ik en mijn en Karen apparatuur. En Kabir zeker. Oh. Heb ik die nou uitgezet? Oh ja, oké. Okay. Anders zien ze de hele dag niks. Nou, dat moeten we niet hebben, niet. Dit is trouwens de aflevering nadat ik heb gezien hoe het ging een paar afleveringen geleden met op locatie. En het was extra grappig. Dat was mooi. Ik was eventjes heel bang. Hij ging eventjes naar 27%. En voor de mensen die het niet weten, ik heb dus laatst heel lang gekloot gehad met Mr. Citra. Mr. Citra, man. Overigens hebben we allebei een nieuwe Pokémon. Sander heeft een Ductrio gevangen en ik heb een Trapinch gevangen. Dat is die guy die ik eerder liet lopen. Ja, dat is wel zund, want anders had je nog even door kunnen kijken en had je misschien wel een gibble gehad. Of een andere. Precies. Ik heb inmiddels wel een Vibrava, want ik heb hem alvast de leveltjes gegeven. Ja, dat mag. Ja, ik heb de leveltjes niet gedaan. En ik weet ook niet welke kant we op moeten eigenlijk. Dus ik ga maar gewoon... Ja, ik had het gevoel dat we ergens links onderin moesten zijn. Als ik nog een beetje kan herinneren. Wat zijn er eigenlijk veel encounters hier? What the fuck? Doe normaal heen. Ja, en toen ik aan het Shiny Hunter was, viel er wel mee voor mijn gevoel. Ja. Nee, echt? ik moest ook gewoon lachen om je opmerking, omdat het waar is. Ja, oké. Okay. Oh nee, waarom ga je nou biding? En dan doe ik precies sand tamping. Het is ook extra kut dat er hier allemaal Pokémon met Area Trap zitten. Ja. Ik heb het overigens ook niet eens geprobeerd, want misschien had deze inderdaad helemaal geen Area Trapping. Storing Energy? Yo, storing, dat is zo'n Engels leenwoord trouwens. Dat klopt, ja. Als ik nu Sucker Punch doe, ga ik dan... Oh ja, wacht. Sentoomp. Haha. Got him. Ha, oepsie. Nou, helemaal geen oepsie floepsie. Dat was gewoon calculated guess. Nou ja, dat is niet hoe een guess werkt. Oh, wat is dit? Dat is een trainer boy. Oh, dat power plant. Je bent zelf een power plant. Zo. Dat is niet waar. Is hij geen power plant? Hij werkt wel, denk ik. Wow. Is dat job assuming? Nou, ja. Ja. Oh jee, Team Flare. Team Flare, hoe Plasma kwam je bij Team Flare, baby? Helemaal dat is LinkedIn. Van die Pokémon, Team Flare. Ja. Hier, wat een lelijke duck. Oh, deze is van Among Us. Kind of sus. Ja, inderdaad. Kind of sus. Had ik al kind of zus Area Trap rot toch een eind op, joh. Doet hij nou? Oh. Ik ben bang. Oh, Sandra is bang, hoor jullie dat? Dat moeten we niet hebben. Freaking. Wat een freaking. Zijn speedfell, maar mijn is ook. Dus dat maakt helemaal niks uit. Maar als ik nu Sucker Punching doe. Dat is slim. Oh, kut. Ik doe Metal Sound. Ik dacht ik doe een Metal Aanval. Maar Metal Sound is super keurig. Dood. Als ik nu Sucker Punch doe... I'm a sucker for punch. Uh-oh. Oeh. Oh, one. Hij heeft nog één. Ja, hij heeft Sturdy. Oh, nee. Living on the... Nee, maar dat Area Trapping. Ja, en zo werkt Sturdy ook niet. Nee, dat ook nog eens. Weet je wat ik ga doen? Hoeveel, welk level mogen ze zijn eigenlijk? 46 voor de gym. Oh, joh. Easy. Easy peasy lemon. Easy kill. Nog wat dus. Squeeze. Ja, dat is allemaal te moeilijk voor mij. Maar ik weet helemaal niet of hij een special attacker is. Oh nee, maar beter dan Mudball. Dus doei. Dus doei. Wow, beter dan Mudball? Wow. Ja, ik hou niet zo van Mudball, man. Nee, ik zei beter dan Mudball, want dat verstond ik. Oh, nee joh. Nee joh, ben jij helemaal gek.
Gekkieing. Gekkieing. Ik ben nu al wel weer klaar met recensies geven, dus ik stop bij 40. Dick, dat is van Diggy Diggy Hole. Diggy Diggy Hole, Diggy Hole, Diggy Hole, Diggy Diggy Hole. Ken je dat liedje? Nou, laatst had je dat volgens mij ook een keer gezegd over Diggy Hole. Ah. Diggy Hole. Oh, ja, ik weet niet waar ik mijn dik aan moet. Moet ik dik doen? Maar dik is twee turns. En ik hou niet van twee turns. Ik can also be used to exit dungeons. Ja, nu moet ik wel. Ja, dan denk ik toch Birth Power. Nee. Ik zou Bulldoze. Birth Power is beter dan Bulldoze. Ja, maar Bulldoze... Like, dit is twee turns, hè. Dus die 80 is basically 40. Dat weet ik, maar Earth Power is al beter dan Bulldoze. Dus waarom zou je Earth Power en Bulldoze Omdat hebben? Omdat Earth Power special is en mijn attack is veel hoger. Oh ja, oké, never mind. Dus ik denk Earth Power weg. Of gewoon Dick weg. Ik denk dat Dick helemaal niet zo... Kijk, die exit dungeons leuk en al. Mm-hmm. Maar zijn helemaal niet leuk, nee! Nee, grapje. Grab en jack. Hij deed bozing. Oh nee. Ik wou kijken of die nog in mijn tas zat, maar dat, die had ik er al uitgehaald. Vlak voor de opname. Hey, waar is die? Moet ik hier naartoe? Nee. Jij had zo net een flare grunt hier, toch? Ja, volgens mij, dat leek erop waar je bent. Ik weet het niet. Yo, shiny? Dat ben ik. Revenge from area trapping. Hier, wat met je area trapping? Sinds je mingo? Bijna sinds je mingo. Ja. Kut leven. Sucker punch doen we wel dan. Zo, dat kan hij eens leren. Oeh, dat is wel voldoende. Moet ik dan nog verder naar onder misschien? Oh, ik werd gekrit. Oh, ik denk je waren een Pokémon kwijt. Waarom? Grading, man. Kan ik niks? Dat weet ik niet. Daar heb ik niet het antwoord op, zijn de ring. Deze guy heeft levitate, hè? Doei. Levitatie. Ja, dat mag hij best hebben, maar niet in mijn buurt. Niet in jouw bijzijn. Ik heb een nieuwe emote, hè? Niet een nieuwe emote? Nee. Moet ik hem jou sturen? Hij is echt vet geworden. Oh, is dat die bakelfles? Nee, dat is die voor Nando heen. Nee, ik heb eentje voor mezelf. Yo, zus? Nee, grappig jij al gemaakt, maar dat maakt niet uit. Maar wel, ik kan wel vragen welke, maar je zei al, ik ga ik heb sturen, hem hier gestuurd. Dus. Ja, ik heb hem gestuurd via Discord. Als dat moeilijk is, doe ik hem via WhatsApp sturen. Yo, yoghurt, heel ziek. Maar je moet je wel Wat is het? Wie is... Oh nee! 3 sterren graven. Ik weet niet wat dat betekent, maar hoe is het met 3 sterren? 3 keer graven! Want hij is met zijn drietjes. Maar dat maakt niet meer uit, want hij is toch dood. En waarom heb je een sterretje gedaan in plaats van een keer? Ik wist niet waar de keer zijn zat. Oh. En de X ziet er lelijk uit, want die staat... Dat is waar. Die staat op de grond. Ik heb geen pass, hoe kom ik aan een pass? This is bad. Hey, kijk, weet je, ik was even vergeten dat deze guy ook een grass type is. Oh, ja. Ik denk, het is poison type. Want schimmels zijn poison. Maar schimmels zijn ook grass in deze game. Want ja, planten en schimmels zijn exact hetzelfde in deze game. Oh. Wacht, wat doe ik? Nee, wat doe ik? Water Pokémon. Zo fucking dom. Ik kan net zo goed stoppen, joh. Nee, geen Burk, want Burk... Ah, fuck. Steel, waarom ging ik niet gewoon naar mijn Steel uit? Ik ben alweer helemaal klaar mee. Ja, dat heb ik in de gaten. Ja, X is ook kanonie, want dat is ook weer super effective natuurlijk. Poison of Burk. Steel. Waarom deed... Don't be bozing. Ja,
Kijk, vergeet steeds dat deze guy gewoon een steel type is. Want ja, sinds wanneer is hij steel type? Sinds deze game. Ja, precies. Ik heb deze game nog nooit gespeeld. Hoe moet ik dat weten? Dat niet zo hoe moet slimpie. Ik dat weten? Omdat jij hem al even hebt gebruikt? Geen valid point, vind ik. Nou. Vind je dat? Oh, ik ben alweer helemaal klaar mee, joh. Echt waar, wat een kut gamer. Sand salt, gratis hè. Gratis sand salt. En voor niks. En ook wel een beetje voor niks, ja. Gratis en voor niks. Dat is meestal wat gratis betekent, maar dat maakt niet uit. Ah, dat is super ver. Oh nee. Ik ben ook rock. Ik ben Lucario kwijt. Wat? Hoe ze dat? En de high jump kick. High jump kick, oeh. Ja, ik dacht, oh, een dark type. Laat ik een fighting Pokémon inzetten. Maar ik had even niet bedacht dat ik ook steel ben en hij ook fighting is. Oké. Okay. Ease, if only I had the drowsing machine. Ja, fuck jou met je drowsing machine. Ga lekker machine of zo met je drowsing. Gelukkig hebben we nog backup mons. Alhoewel, is het een backup mon. Ik heb geen backup mons. Ik had er al maar 5 en nu nog maar 4. Ah, dat is wel kut. Ik denk dat ik er ook nog maar 5 heb. Ik denk dat ik maar 1 backup mon had. Als ik gewoon nou niet zo dom had gedaan en niet dacht van... Oh, ice is super effective op grass, dan doe ik dat wel. Of icicle spear had gedaan, wat sowieso 5 times hit. Omdat ik multi-strike heb. Maar nee, of skill link is het. Sorry, skill link. Multi-strike is iets anders. Ja, dat is een probleem. Opnieuw. Nee. Ja, ik baal hier echt van. Vooral ook omdat het gewoon een domme fout is, zeg maar. Alhoewel, kijk, zeg maar, die eerste, die ground type, vind ik niet een hele domme fout. Want ja, Among Us is een grass type. Oké, ja. Ik bedoel, ik had het moeten weten hoor, maar dat vind ik dan nog een redelijke... Maar ik had dat ook met Scraggy, want ik dacht van, oh ja, een dark type. Alleen ik was helemaal vergeten dat het ook een fighting type was. Ja. Stomme. Ja, dat. Dus dat vind ik nog tot daar aan toe. Oh, en nu heb ik... Nee. Oh, deze heeft geen... Oké. En dan ga ik naar een steel type. Nee, dit is slim zonder. Tegen een ground Pokémon, dat is ook niet heel handig. Nee. Oh, waarom deed ik dat? You did be overleving. Purple rain. Purple dat is de enige rain. Reden. Ik had nu ook gewoon kunnen runnen. Ja. Ja. Sucker punch. Nee, rot op. Oh, dat doet echt niks. Sucker rain the punch. Mag ik speed up om morgen gauw naar dat dingetje te rennen? Nee, ik moet eerst ook nog healen hoor, dus je loopt echt bijna niks achter. Of wil je terug naar de ding, bedoel je? Ik wil ook terug naar Pokécentering. Oh ja, dat is goed. Nee, ik druk op X! Nou! Leuk! Met nee. Wat? Gibble. Oké, daar kun je van running volgens mij. Ja. Dat kan zeker. Als ik nou gewoon deze voorop zet, want... Ja, deze moet ik opletten met de level capping. Capping de level. No capping. Waarom ging die iets zo raar doen met lopen? Hij ging echt alsof die, zeg maar... Op zijn 11.30ste. Oeh, niet op zijn 11.30ste. Doe dan op zijn 12.31ste.
Dat kan. Oh. Is dat Lucario meer of minder dan 11 en 31? Dat zeggen we niet. Dat is game. Vraag ik aan de chatting. Oh. Welke chatting? Thinking Nine. Is lastiging. Dat klopt. Maar... Dat geeft niet. Ja. Ja. Zo, even kijken. Dus tegen Scraggies. Ah! Geen... Ja, dat is echt kut, hè? Ja. Ik ga mijn experience share ook denk ik uitzetten, joh. Anders ben ik straks overleveld en mag ik geen enkele Pokémon meer gebruiken. En dan is het zo van, ja, kut, sorry, mijn leven help, ik wil dood. Dat. Niet kut, sorry, je leven help, ik ben dood. Ik wil dood, dat is wel een verschil. Oh ja, dat is wel een verschil, ja. Dat kan me nou wel weer voorstellen. Gibble, ja, dus kan gibble. Me ook goed voorstellen. Ik zit in die positie nu namelijk. Wat? Ik moest om jou lachen. Oh, ik dacht dat je moest niezen of zo. Nee. Het was lachen, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuker om te horen dan help, ik moet niezen. Hoezo gaat die? Loop gewoon! Je moet even loslaten en dan weer lopen. Nou, die bike die kun je helemaal vergeten. Jezus, kijk dan. Hoe dragging. Oh, dat is echt nul verschil. Nee. Dus nou eventjes. Oh, dat werkt echt. Ja, daarom zeg je het ook. Ja. Moest ik nou iets met de drowsing machine? Oh, nee. Ja, dat kan met de drowsing machine, maar ik weet ook waar die ligt. Ligt rechts bij de aan de rechts van de brug? Rechts van de brug? Ja, bij die grote steen. Daar ligt hij. De Groot steen. In de buurt ding in ieder geval. Volgens mij daar voor op de grote steen. Ja. I can confirm. That it's right, eh? That's Phoenix? Right. Wat zei? Ik zei, that's right. Ja. Dat is niet left. Dat is niet left. Kom op, ga nou. Oh, jij speelt natuurlijk niet met, controle. Vandaar dat jij zo slecht met die dingen om kan gaan. Wow, zie die Weezing? Crazy, eh? Die Weezing is sowieso fire. Help. Die is wel fire, ja. dat ben ik met je eens. Die Weezing is wel fire. Ik weet niet of die echt fire is, maar hij is wel fire. Denk het wel. Oh, dat is sludge. Dat is ook super poison fire. Kan gewoon. Ja, dat kan gewoon allemaal. We doen een rare candying, dat is niet wat rare betekent, maar dat boeit niet. Dat maakt niet uit. Vind ik raar. Bestow? Dat is echt een attack die nooit iemand. I can confirm he is fire. Jawel, Bestow heb je, kan je goed gebruiken in SOS methods in Sun and Moon. Kan. Volgens mij kan je dan je tegenstander een item geven, zeg maar. Dus dan kan je hem een lap berry geven zodat zijn PP nooit opgaat. Ja. Dat is wel slim. Voor de schaal van 1 tot 10 is dat Smarty Pants. Ik weet niet welke Pokémon er komt, kut, sorry. Weet ik ook niet. Zoying the cat. Moet je hardcore doen. Fibra, oh, hij staat al off, mijn experience share. Oh, dit wordt echt een ramp. Ik moet alle trainers gaan ontwijken. Dat kan niet. Oeh, Wat doe jij nou, gek? Yo. Ja, hij doet één aanval. Ik haat Golbat zo erg, dat is echt niet te beschrijven. Ja, snap ik. Ik ben even aan het nadenken hoor. Scraggy, nee, rot op. Running up here.
Ik heb flying nodig. Dit doet echt helemaal niks waarschijnlijk. Roperix is veel te sterk. Ja, Dweeble is ook rock. Dat is kut, want dan is fighting weer super effective. Daar kijkt veel aan mee. Ja, en, oh nee, dat heeft ook geen zin wat ik wou zeggen. Ja, Purple Rain is best. Ja, maar de rest is allemaal weak too. De rest is allemaal genaaid tegen Scraggy. En dan denk ik dat ik nu direct moet gaan healen. Scarying Phasing? Oh, ik hoef echt nergens bang voor te zijn. Wel voor het gezicht. Mag ik je een tip geven? Nou. Ga eens naar Pokémon. Want ik denk dat je een andere Pokémon beter in kunt zetten. Oh, hij is al dood. Oh, oké. Okay. Welke Pokémon? Nee, ik weet niet zeker. Is die, Nee! Oh, 1 HP! 1 HP, wow. What the frick. Nee, is die Harmonic, mannetje man, is die niet slim om in te zetten? Nee, want het is flying... Het is flying type. Flying is keer 4 op Harmonic Grass. Of wacht, hij is geen grass, maar dan is het alsnog keer 2. Oh nee, hij is Harmonic Grass, dus dan is het keer 4. Oh vier. Ja, oké. Okay. Ja, nee, dan heb je het wel goed gedaan. Hoe moet ik dit nou doen? Ja, ik moet stallen, hopen dat hij mist. Want high jump heeft high... Doe je gewoon de Jordi Strategic? Ik snap het wel. Ja, wat moet ik anders doen? Dit is 50 in deze game. Waarom is dat niet 70 zoals in elke... Het is altijd 60 geweest, als het al. Het is nooit 70 geweest, maar dat maakt niet uit. Waarom is het niet 70 speciaal voor jou? Ja. Doe gewoon. Als ik crit heb, dan ben ik mijn Purple Rain kwijt. Dan kun je me echt oprapen. Oprapen? Ja, de re... Je bent het met me eens dat ik kan... Ja, misschien ja, nee, Furry, kan... omdat hij ja. neutral is. En omdat hij hogere defense Nee, want die ging dood. Oh, wacht. Die ging dood, hè? Bij mij. One hit. Oh, ja. Dat was het tegen deze Scraggy? Ja. Oh, en nu moet ik ook nog tegen de Scrafty. Dit wordt een feest. Jezus, man. Oh, en hij raakt elke keer die high jump kick ook. Hij moest gewoon een keer ja, missen. Ja, dat is bij mij dus ook. Ga missen. Hoe dan? Dat hij mee... Hyrule. Ja, ik... Ik ben aan het stallen, maar... Oh, hij miste. Nice. Ja, als hij bij mij mist, dan ben ik en full health en dan krijgt hij damages. Dan kan ik hem gewoon killen. Maar ja, dan moet hij wel missen. Hoe vaak wil je niet missen? Hoeveel accuracy heeft die high jump kick? Dat niet te veel. Zoeken. Godverkut high jump kick. Godverkut high jump kick? Niet godverkut. Ik ben echt boos nu al. Ja, ik merk het. 10 pp! Ik geef je wel gelijk. En 90% accuracy. Nou, dan kan ik je zeggen. Ga de power up. 5 keer gedaan. 5 tot de macht. Nee, dat is niet hoe dat werkt. Nee. Ja. 9 tot de macht. Nee, doe nou niet. Ik ben even aan het rekening, maar jongens. Nee, rekening er maar niet op. Oké, okay, dat is meer dan de helft kans dat hij hem nog niet... Oké, ik zal niet zeuren. Vooruit. Nou, je mag best wel zeuren deze keer, Sander. Deze keer geef ik je permissie. Mist! Godver... Hij mist... Wat een anus. Echt al mijn geld gaat hierdoor op. Bakken met geld zelfs. Geld, bakken met geld. Ik ben al lang niet uitgeteld. Bla. En dan niet die weer. Nou. Wat een onzin. Oh, wat moet ik nou doen dan? Ik heb hier echt niks. En straks kunnen we ook nog eens craft. Hoe dan? Dit is echt de 7e keer achter elkaar eten. Je wordt gepest. Zoals Betty zou zeggen. Ja, dat word ik ook. Ik ben gewoon versteld. We raken gewoon versteld van jouw eigen geld die je verspilt. Maar terecht. Voordat je boos wordt. Kom op, mis nou. Oh, mis nou. Hij mist niet.
You don't be missing. Hij doet 70. Stel ik zou met 50. Ja, ik moet gewoon met Super Potion. Op zich zou ik dat. Ja, hij had een. Nee, want hij had een high roll. En dat was 23. Dus 10 meer. En dan ben ik precies dood. Als ik dat zou doen. Kutsel. Verdomming. Nou, hij mag nu wel een keer. Hij is bijna op, zijn ding. Nou! Jongen, de shiny chance is echt waar. Oh, en ja. Nu ben ik 27. Nu ga ik dood de eerste volgende keer. Kutsu. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ja, want 27 plus 50. Ah, dat is 74. Ja, dan ben je dood. Ja, dan moet hij een. Dan moet hij een low roll hebben. Ja. Yep. Ja, of hij moet gewoon missen. Ik ben hem sowieso kwijt, dus het maakt niet meer uit wat ik doe. Jezus. Chip away. Oké, okay, dat mag. Dan is zijn pp op. Dan is zijn pp op, denk ik. Okay, ik ga het niet riskeren. Risk it for the cookie. Ja, nou liever niet. Dat doet ook veel. Wat is dat nou weer? Oh, ze crit. Fucking crit. Hou toch op, joh. Ik surf je wel to death. Surf up to death. Je kan het, Sandra. Oh, wait, als hij niet doodgaat. Hij gaat niet maar dood. Hij gaat niet dood. Ik had het kunnen weten dat hij niet dood ging, trouwens ook, hè. Maar... Na jouw battle, dan stoppen we de aflevering, hè. Ja, ik moet nog een gozertje, hè. Nog een gozer ring. Ja, dit was de eerste account. Of je snapt wat ik bedoel. Kijk, nee, hij heeft nog zo'n man. Payback, nee. Oh, dat is niet de dubbele damage die jij doet, oké. Okay. Oh nee, dat zou sowieso niet uit. Laat maar. Nee, ik bedoel het dubbel als je... Oh, Crocker Rock. Ja, die kan ik wel aan. Had ik nou maar een Hyper Potion, dan kon ik healing... Oh, hij doet zelfdestruct. Als ik hem nou kwijt ben, word ik fucking boos. Alsjeblieft. Nee! Ja, wat een fucking onzin. Maat. Zou een surf killen? Wacht. Dit is een ground dark type. Sander, denk even na. Heb je al een keer geprobeerd te healen? Ja. Maar toen was ik 24, nu ben ik 33. Ga ik niet doen. Dus ik denk dat ik het best... Dweeble heeft vast... Summary moet ik hebben. Defense, best hoog. En Purple Rain waarschijnlijk, best laag. Ja, precies. Mijn kolen ga ik niet doen, ondanks dat hij ook een hoge defense heeft. Wat is een special defense? Ja, ook laag. Oké, dus ik ga sowieso... Maar... Dark is niet super effective... Rock sowieso. Ground is... Is ground super effective tegen rock? Het zou me niet verbazen. Laten we het daarop houden. Maar is dat echt niet zo? Ja, dat weet ik met dat soort types nooit. Ik ga toch... Ja, sorry hoor. Maar ik ga echt niet mijn Dweeble riskering. Riskering. Ground. In Gen 2 voorwaarts is super effective op ground. Ik moet het van rock hebben trouwens. Super effective op rock is fight, grass, ground, steel en water. Yay! Ja! Ik word gek. Miss die fucking high jump kick een keer. Sander, we worden genaaid waar we bij staan. And we don't be liking that thing. Denk jij, wat was de vorige ook alweer? Oh, Scrafty. Denk jij dat... Ja, Ground is ook super perfect voor deze kant. Ja. Ik zou healen en een waterbog aanval doen. Dat zou ik doen. Ja, maar healen gaat niet... Ja, dan moet hij niet hetzelfde doen als zo net. Maar...
Oh, hij heeft die al een keer aangevallen. Ja, ja, toen had ik 24 en nu had ik 33. Oh. Dus ik heal wel meer dan dat ik high damage doe, maar... Dik is ook niet ideaal. Ja, had ik nu maar... Mis die fucking high jump kick een keer. Jezus. Oh, je zit in hetzelfde schuitje. Mm-hmm. Zal ik... Ik heb nog een potion, waarom niet, weet je? Ik ga gewoon full on healing. Dik is wel not fair... Of ja, dat is neutral zeker. Maar dat doet niet veel, toch? Het valt me. Hou op met me. Ja, ik kan één leven. Dan moet hij niet. Oké. Oeh, dat wordt nog wel eens kut. Kom op, Love Disc. Come on in. Nice. Ja, maar dan moet hij ook nog killen. Oké. Okay. Deed je relatief oké damage. Ja, maar ik moet het nog een keer poelen. Dat is een beetje mijn ding. Ja, maar dat Love Disc niet one hit KO'd is op zich niet raar natuurlijk. Nee, maar ja, het is een Love Disc. Love the Disc. Hij dikt weer. Heel dik. Ja, ik moet nu iets doen, zodat ik niet mezelf kan hitten. Maar ik kan... Wacht, ik weet nu, hij doet een ground aanval. Iedereen is weak to ground, behalve Sixagon, maar die kan niks doen. En dan moet ik weer switchen naar Purple Rain. Ik mag gewoon mezelf niet, dus ik mag geen aanval doen. Mag ik? I mean... Ik weet niet of het lukt, volgens mij lukt het niet. Volgens mij slaat hij je beurt dan niet over, toch of wel? Oh, jawel. Yeah! Ik ben wel een Pokéball kwijt. Een Gray Ball eigenlijk op precies. Ja. Crunch, ik denk dat ik dood ben dan. Nee. Snapped out of confusion. Nice. Nou, dat mag ook wel hoor. Jezus, Mina. Het had echt niet zo lastig hoeven zijn als ik gewoon normaal had gedaan in het begin van deze aflevering. Maar ja, want Cloyster, die kan wel shit. Yep. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios. Adios.